In Andelst organiseert de Clara Fabricius School de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument. Hier worden elk jaar 6 jonge militairen herdacht die omkwamen tijdens een uitzending in het toenmalige Nederlands-Indië. In de periode 1945-1950 werden bijna 100 jonge mannen uit de voormalige gemeente Valburg als militair naar Nederlands-Indië uitgezonden. De 20ers en 30ers Jacobus Veldman, Jan Hendricks, Wilhelmus Arns, Jan van Boeien, Willem Jansen van Doorn en Geurt Sipman kwamen hierbij om het leven. Het is het 40ste jaar dat we hier als gemeente herdenken en voor mij was dit persoonlijk de eerste keer. Het aantal mensen die in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd verkleint logischerwijs met het verstrijken van de tijd. Vrijheid is echter ook vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend. Daarom zegt ook gemeente Overbetuwe dat het belangrijk is te blijven herinneren wat er gebeurd is en te blijven herdenken. Ik vond het een indrukwekkende herdenking. Het is een heel kleinschalige herdenking. Herdenken 6 mensen en dat maakt het dan ook wel weer heel persoonlijk. Hier krijgen de gesneuvelden echt een gezicht. En dat is ook wel een hele mooie manier om te herdenken. Er wordt niet alleen in gesprek gegaan met onbekende nabestaanden. Ook heeft wethouder Ten Dam met naast de familie veelvuldig gesproken over de Tweede Wereldoorlog en de impact hiervan. Ik heb helaas recent mijn opa en oma verloren. En dat waren de laatste overlevenden in mijn familie die nog echt de oorlog mee hadden gemaakt. Maar daar heb ik wel heel veel mee gesproken en over gesproken. Het is belangrijk om te blijven herdenken. Toch wordt het steeds lastiger verhalen uit eerste hand om te zetten naar een herdenking. De gemeente geeft meerdere manieren waarop dit toch mogelijk is. Zo worden persoonlijke verhalen gedigitaliseerd of worden kleinkinderen van veteranen aan het woord gelaten. En dat vind ik een hele mooie manier om het herdenken levend te houden. Wat mij betreft stoppen we daar nooit mee. En kunnen we van generatie op generatie het verhaal doorvertellen en blijven herdenken. Als school zijn vinden we het ontzettend belangrijk om vrijheid te mogen vieren met elkaar. Want vrijheid is niet zomaar iets wat je cadeau krijgt.